Jullie komen hier de tunnel in en we gaan Europa in, klinkt het al. Ja, dat is toch zo? Ja, dat is mooi toch. Daar, mooie euforie naar deze wedstrijd. Absoluut, daar doe je het heel het seizoen voor. En het is gelukt, dus super. Hoe kijk je terug op deze wedstrijd? Kijk terug op deze wedstrijd, ja. Goede wedstrijd, 4-0 gewonnen. Eerste helft begonnen we heel scherp, daarna viel het een beetje weg. Maar ik denk dat we het gewoon goed hebben opgepakt in de tweede helft en snel hebben uitgebouwd naar de 4-0. En met voor jou persoonlijk hoogtepunt die 2-0 en het juichen daarna. Wat deed je en aan wie dacht je? Zeg het maar. Super Guidetti, toch? Ja, we hadden afgesproken, tenminste ik had voor mezelf bedacht. Ik belde hem vanmiddag en ik leefde gewoon heel erg met hem mee. En, ik had hem beloofd om eentje voor hem te maken. En die planking, dat was dus speciaal voor hem. Ja, hij begon te huilen. Ik heb het begrepen, dat was trouwens niet mijn bedoeling, maar dus, ja, het heeft hem geraakt en dat was ook de bedoeling. Wat is jullie onderlinge band? Broederschap. Ik denk dat de makkelijkste manier is om dat te omschrijven. Vanaf begin af aan konden we het gewoon heel goed vinden. Die klik was er meteen. En ja, het is gewoon mijn kleine grote broer. Dat is een gekke jongen, net als jij een beetje. Ja, daar kan ik me wel in vinden. Ja, toch. Daarom. Hey, en nu in Heerenveen straks, het gaat een hele rare wedstrijd worden misschien wel, hè? Ja, ik heb al het een en ander gehoord, maar het belangrijkste is het gewoon dat wij gewoon winnen. Tweede dat zeg plaats. Je nu wel, maar verliezen kan ook. Ja? Ja. Oh, ja, ik weet het niet. Ik weet dat we nu tweede staan en ik wil gewoon winnend afsluiten.